Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. We moeten met Old Red gaan praten. Zoals we de vorige aflevering hebben uitgevonden, is het belangrijk dat Old Red een jong meisje te zien krijgt. Die zijn leven heeft gered. Dus laten we dat gaan doen. Oeh, de Targent is er. Dat kan nooit goed zijn. Nu hebben we je te pakken uit de kluitengewassen hond. Geef ons het ei en of het zal je berouwen. Professor, wat zijn ze aan het doen? Dit ziet er niet best uit. Goed, we hebben je gewaarschuwd. Laten we eens kijken hoe taai je echt bent. Pak aan. Kievit, je gaat me toch niets vertellen? Hij is niet geladen. Wat moeten we nu? Wat moeten we nu, Kwartel? Een wegwezen! Kievit, jij pannenlap, wacht op mij! Grrr. Poeh, het is maar goed dat die twee geen al te dynamisch duo zijn, dat klopt. Kijk eens, Old Red, we hebben het meisje gevonden. Aha, maak je maar geen zorgen, Old Red, ik ben er nu. Dus je hoeft de mensen in Torrido niet meer doodsbang te maken. Zou je daarmee willen stoppen, voor mij? Grom. Ga je gang. Als je iets wilt zeggen, vertaal ik het wel voor haar. Grom, Grom. Wat? Wat is er? Hij zegt dat je niet degene bent die hij zoekt. Wat? Maar hoe? En ik dacht nog wel dat we dikke maatjes zouden worden. Het spijt me. Het lijkt erop dat we iemand anders moeten vinden. Hij ziet er behoorlijk afgepeigerd uit. Dan laten we snel het juiste muisje vinden voor het te laat is. Misschien moeten we teruggaan naar het stadje om even na te denken. Ik denk dat we gewoon die oma moeten hebben. Ik snap er niks van. Scarlet voldeed precies aan de beschrijving van Old Red. Maar volgens Old Red rook ze anders. Nou, tenzij er hier een hond is, kunnen we die onderzoeksmethode wel uitsluiten. We kunnen Old Red hier niet naartoe halen en hem rond laten snuffelen. Nou, dat gaat niet lukken. Zodra iemand hem ziet, gaat iedereen er als de wielenweerga vandoor. Daarnaast moeten we ook de mogelijkheid overwegen dat het meisje niet in Torrido woont. Inderdaad, wellicht was ze slechts op bezoek, net als wij. We kunnen het aan oma vragen. Niemand zet de voet in het stadje zonder dat zij ervan af weet. Dat klinkt veelbelovend. Eerlijk gezegd kunnen we op dit moment elke aanwijzing gebruiken. Hoe gering ook. Mooi, ze woont in het huisje hier. Het is eigenlijk niet te missen. Prachtig, laten we daar dan maar gaan. Dat is gek. Waar is ze nou? Wellicht is ze boodschap aan het doen. Dat lijkt me niet. Oma gaat bijna nooit de deur uit. Oh, nu maak ik me ongerust. Ik dacht dat ze misschien lag te dutten achter haar naaitoestel. Maar er is nergens een spoor van haar te bekennen. Rustig maar, Scarlet. Er is geen reden om te denken dat er iets mis is. Wellicht is het verstandig om hier even op haar te wachten. Ik zou niet eens zo erg vinden om een knus huisje als dit te wonen. Kijk toch eens naar die prachtige handgemaakte meubelen. Ambachtelijk werk als dit geeft een interieur karakter. Oh, zie je die fotolijst daar? Ik heb zelf voor oma gemaakt. Ze was door het dolle heen toen ik die gaf. Zeer fraai. Wacht eens, die foto. Zo, vast toch wel ergens hintmeentjes. Dat zijn boeken, dat zijn geen hintmeentjes. Nou, dat is het ook niet. Oh, daar lag een iets. Een iets, duidelijk. Hé, hey, muntjes in de appel. Oké. Okay. Oh, ben jij dat, Scarlet? Maar deze foto lijkt zo oud. Nee, dat ben ik niet. Dat was mijn oma toen ze zo oud was als ik. Werkelijk? Wat is er, professor? Ik denk dat ik weet wie het meisje is dat we zoeken. Scarlet's grootmoeder zal het echte voor me moeten bevestigen. Wat voor drommel?
Voor de drommel doen al deze indringers in mijn huis. Oh, oma, ik maakte me dood ongerust. Waar was u toch? Scarlett, hebben deze ellendelingen je lastig gevallen? Ik zal eens zorgen dat ze er als de bliksem vandoor gaan. Nee, nee, helemaal niet. Oma, Old Red zoekt iemand die op mij lijkt en ze weten niet wie. Rustig maar, meisje, alles komt goed. Wacht, zei je Old Red? Oh, ik zie al hoe het zit. Jullie zijn stropers. Ik had kunnen weten dat jullie tuig vroeg of laat in Torrido zou opduiken. Nee, oma, meneer Layton en zijn vrienden zijn geen stropers. Niet? Nou, meneer Layton, vertel me dan maar eens wat jullie in jullie schild voelen. Oh, nu heb ik het niet gelezen, shit. Nee, 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 hou mij maar niet voor de gek met je hoge heren praat. Ik weet precies hoe ik jullie moet ontmaskeren. Spannend. Zeker met deze puzzel. Hoog in het vaandel. De vlag van dit land heeft hetzelfde ontwerp op de voor- en achterkant staan. Ridders in spe moeten dit land een aantal zware proeven doorstaan. In een van deze proeven moet men tellen hoeveel vierkanten er op de nationale vlag staan. Laat zien dat je het ridderschap waardig bent en voer in hoeveel vierkanten er op de nationale vlag staan. Dit vind ik heel lastig. Weet je waarom? Ik weet niet omdat die ons geen lijntjes hebben of dat telt als vierkant. Dus dat vind ik een beetje lastig. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan heb je in het midden nog 14. 15, 16, 17, 18. Ik denk dat 36 het antwoord moet zijn. Dat was een behoorlijke opgave. Van fouten leert men, nietwaar? Kom niet op het antwoord alleen door te tellen. Oké. Okay. Weet je, kijk, ik zal mijn memo erbij pakken en heel eventjes het scherm omdraaien. Kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dit is 14. Alleen dit is verder geen vierkant, omdat die niet afgesloten zijn, denk ik. ...15, 16, 17, 18 keer 2. Maar dat is het niet. Vergeet niet dat een vierkant pas een vierkant is als alle kanten gesloten is. Ja, zie je? Dus dat dacht ik al. Als je dit in gedachten houdt terwijl je alle vierkantjes telt, zou je op een totaal van 17 moeten komen. Maar dit is niet het antwoord. Oh nee, ik zie nog meer. Wacht. Ik was dit vergeten. 1, 2, 3, 4. Dus 8 plus 4 is 22, 44 zou het antwoord dan zijn. Nee. Dat was een behoorlijke opgave. Ja, ik was een paar vierkanten vergeten. Nice. En dat is dat. Misschien zijn jullie toch zo kwaad nog niet. Wat moeten jullie? We willen u slechts vragen om met ons mee te komen naar Old Red. Wat? Wilt u dit oude vrouwtje meenemen? Ik geloof dat er sprake is geweest van een groot misverstand. Hoe bedoelt u, professor? Weet je nog dat Old Red zei dat het meisje wilde zien dat zijn leven had gered? Ja, en gaf een heel nauwkeurige beschrijving. Ik dacht dat we echt haar zouden vinden. Integendeel. Met de omschrijving die we hebben gekregen, zouden we het meisje vandaag de dag nooit kunnen vinden. Als we haar echter in het verleden hadden gezocht, hadden we wellicht meer succes gehad. Niet waar, mevrouw Ruby? Hoe kan een bende vreemdelingen daar nou weer iets van afweten? Laten we zeggen dat we een methode hebben gevonden om te communiceren met de grote vriendelijke wolf.
Die wolf doet, doet wanhopige pogingen om u, het meisje dat u ooit zijn leven heeft gered, te vinden voor hij zelf het leven laat. Oh, die arme jongen. Nou, ik denk dat ik u maar moet bedanken dat u me dit vertelt. Ik had wel eerder willen gaan, maar dit oude lijf is niet meer wat het geweest is. Nou, waar wachten we nog op? Nou, dit is niet belangrijk. Oké. Dan gaan we naar Old Red. Hier is ze, Old Red. Dit is wie je zocht, toch? Old Red, ben jij het echt? Die kleine hulpeloze puppy die ik heb gered? Auw! Is het kwartje eindelijk gevallen? Ik ben het, Old Red. Ruby. Nou, je bent echt flink uit de kluiten gewassen met die onschuldige puppyogen van je. Je bent echt geen steek veranderd, ouwe jongen. Je wist dat je me niet lang meer had en probeerde dit oude vrouwtje toch één keer te zien. Je bent me er een, hoor. Hij had beloofd om die hanger ooit aan u terug te geven. Daarom was hij zo vastbesloten om u te vinden. Is dat zo? Toen ik je die hanger gaf, zag ik het als een symbool van onze eeuwige vriendschap. Het voelt niet goed om hem weer terug te nemen. Maar als je dat echt wilt... Kijk eens aan. Wat is er, ouwe jongen? Hij zegt dat de pijn is verdwenen. Hemeltje lief, dus deze hanger heeft je al die tijd zo dwars gezeten. Bedoel je dat? Jeetje mineetje, je was nog maar een puppy toen ik je voor het eerst zag. Ik had het niet aan gedacht dat hij straks zou gaan zitten. Dus Old Red was eigenlijk helemaal niet ziek. Waarschijnlijk merkte hij dat er iets mis was, maar kon niet achterhalen wat het probleem precies was. Dus eigenlijk was er een hoop heisa om niks. Nou ja, eind goed al goed, zullen we maar zeggen. Wel heb ik ooit. Ik neem aan dat Torrido hem vanaf nu met open armen zal ontvangen. Ik verzeker u dat Old Red een vriendelijk dier is. Zoiets. Of vredelievend stond er volgens mij. Hij zou nooit deze stad of haar inwoners aanvallen. Dit is iemand zijn beste vriendin waar zijn beste vriendin woont. Mijn ogen zeggen één ding, maar mijn verstand zegt iets anders. Oh, maakt het ook allemaal. Het maakt ook allemaal niks uit. Hij heeft wel een zachte vacht, hè? Misschien ben je vanaf nu niet meer zo bekrompen knorpot. Ik heb nog een vraag voor u, meneer Layton. U kwam hier helemaal naartoe om Old Red te helpen, of wel, of niet? Ik moet bekennen dat dat inderdaad niet het geval was. We hadden eigenlijk gehoopt dat we die hanger konden bemachtigen om Old Red, die om Old Red's nek heen. Deze hanger bedoelt u? Is dat de reden dat we de oude jongen achterna zaten als een stel hongerige coyotes? Ach ja, ik kan me vanaf nu elke dag opzoeken, dus ik denk dat we dit ding wel kunnen missen. Hier, pak aan, voor ik mijn gedachten van gedachten verander. Weet u het zeker, mevrouw? Ja, wat zeg ik nou net? Ik kan hem ook aan Scarlett geven, maar die hecht er toch geen waarde aan. Toen ik die hoge hoed van u voor het eerst zag, zei ik tegen mezelf, Ruby, je kleindochter trekt met de verkeerde mensen op, maar nu weet ik wel beter. Neem hem nou maar aan, jullie kunnen er waarschijnlijk meer mee dan zij of ik. Nice. Bedankt, Ruby. We stellen uw vrijgevigheid zeer op prijs. We zijn blij dat we u van dienst konden zijn. Nu moeten we echter weer vertrekken. Wellicht treffen we elkaar ooit weer. Zo cute. Oké. Och, daar hebben we die reporter weer. Ik ben gekomen zodra ik hoorde dat de goudkorst heerste. Dat wilde ik voor geen goud missen. Ah, wat zijn we crappy. Welkom terug, dames en heren. Ik neem aan dat uw expeditie is geslaagd. Jazeker, we zijn zelfs in geslaagd om een van de eieren te bewachtigen dan zijn Luke's bijzondere vaardigheden.
Prachtig, ik zal het luchtschip klaarmaken voor uw vertrek zodra u gereed bent. Dit is het eerste Asraanse voorwerp dat in dit deel van de wereld is ontdekt. Ik had geen idee dat de Asraan hier ooit woonde. We hebben hier inderdaad gewoond, maar zelfs in onze tijd was dit een dor en droog landschap. Aurora, heb je herinneringen over deze plaats weer terug? Deels, ja. Ik weet dat de Asraan dit uitgestorven landschap wilde laten opbloeien. Maar hun technologie was destijds ontoereikend. Ze konden het natuurlijke evenwicht hier niet herstellen. Meer kan ik me niet herinneren. Zeer interessant. Dus de Asraan kende, net als wij, verschillende stadia van technologische vooruitgang. Zouden ze ooit begonnen zijn met primitieve gereedschappen, net als de mensen in het stenen tijdperk? Dat zou goed kunnen, Luke. De mensheid heeft altijd al gebouwd op het verleden, dus ik hoop op een betere toekomst. En nu Torrido en Aldred vrede hebben gesloten, kunnen zij ook uitkijken naar een zonnigere toekomst. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Goed, ik geloof dat het nu tijd is om te vertrekken. Zullen we dan maar... Daar gaan we. Natuurlijk willen we het spel opslaan. Oeh, dat is zeker mooi. Heeft een puzzel. Professor, wat vindt u van de Bostonius? Bevalt u het decor? Jazeker, professor. Alles is van zulke hoge kwaliteit. Van het chic, maar het knusse interieur tot de uitstekende piloot. Ik vermoed dat zelfs de meest luxe luchtvaartmaatschappijen niet zo comfort bieden. Zulke lof is nauwelijks terecht, professor. U kunt vast wel een minpuntje of twee ontdekken. Dan moet ik u teleurstellen. Door alle opwindingen rond de expeditie kan ik me moeilijk richten op de negatieve aspecten. U heeft gelijk. Dat is fijn dat ik gelijk heb. Laten we die puzzel maar eens doen. Spoedreparatie. Oh jee, we moeten buizen gaan maken. Nu kan ze zeker... Kan je ze draaien? Oh, ze zijn niet te draaien. Dat maakt het wel iets makkelijker. Nee, ze zijn echt niet te draaien. Oké, mooi. Dat vind ik mooi, want draaien is niet cool. Dat. Volgens mij gaan we wel een goede kant op. Oh nee, toch niet. Zo dan. Easy win, boys. Easy win. Dit zou het moeten and zijn. Girls. Oh, natuurlijk. Nice. Die puzzel is me goed bevallen. Nou, gaan we eens kijken wat de nieuwe bestemming aan het worden is. Oh, en jullie zeggen ook niet dat ik mijn ding weer moet veranderen natuurlijk. Jullie al de hele tijd naar jullie scherm aan het roepen van Milan. Verander dat scherm eens. Oké, dan gaan we naar de heuvels. Oeh, dat was een hobbelige vlucht zeg. Ik was bang dat de Bostonius over de kop zou gaan. Is iedereen in orde? Natuurlijk, maak zich geen zorgen. Luke is gewoon een bange broek. Hé, jij was misschien niet bang, maar daarom hoef je niet gelijk zo gemeen te doen. Ik was helaas niet voorbereid op zo'n sterke wind. Dat ik dit niet kon voorspellen is een smet op mijn blazoen. Wees niet zo hard voor uzelf. Het is weer het weer is allesbehalve voorspelbaar. Ik voel iets... Het licht van de Asraan schijnt helder in deze omgeving. Oh, je lijkt er echt van overtuigd, Aurora. Ja, het is alsof ik word geleid. Geleid door de grote kracht. Dat moet wel een goed teken zijn. Toch? Alsof de Asraan ons vertellen waar we heen moeten gaan. Ik druk jullie op het hart voorzichtig te zijn. Jullie kunnen me hier altijd vinden. Wacht het op jullie terugkeer.
Nou, dat is goed om te weten. Ook wel een vette plek dit. Wauw, moet je dat uitzicht zien? Je kunt echt kilometers ver kijken. Dit is Heukland. Een klein dorpje, ingebed tussen de hoge bergen. Lieve help, het waait hier wel heel erg hard. Straks wordt mijn hoed nog van mijn hoofd geblazen. Je kunt maar beter oppassen, professor. Kijk eens naar die enorme windmolens. Die draaien echt niet bij slechts een milde bries. Hierdoor besef je toch weer dat de natuur een grote kracht bezit. Verbijsterend. En aangezien Aurora denkt dat hier een ei verborgen ligt, kan ik echt niet wachten tot we met ons onderzoek gaan beginnen. ik weet zeker dat er talloze momenten zullen zijn waarop je je talent als fotograaf kunt benutten, Emmy. Zeker weten, mijn sluiterknop gaat de boel oefening krijgen. Een boel oefening krijgen hier. Sterker nog, misschien wil die aardig uitziende man daar wel poseren voor een paar kietjes. Dat zou zomaar kunnen. Maar misschien ook niet. Oh, reizigers, ja? Knap dat u ons hier heeft gevonden. Neem het niet kwalijk, meneer. Mag ik misschien een foto van u maken? Ja, een fotografiek van mij. Vooruit dan maar, jonge dame. Ik zal eens even goed voor u poseren. Geweldig, dat wordt een prachtige foto. Nog eentje graag. Ja, dat is wel weer genoeg. U wilt uw fotorolletje niet volschieten met mij. Niet met de bruiloft voor de deur. Een bruiloft? Dat klinkt goed, zeg. Met dat stralende zonnetje gaat dat prachtige plaatjes opleveren. Ja. Een mooie jonge dame als u zou trouwens ook een prachtige bruid zijn. Aha, als u het zegt. Dat zeg ik, ja. Goed, u kunt zich nu beter haasten als u een kietje van de bruid wil nemen. Tot ziens. Zullen we gaan kijken, professor? Ik ben nieuwsgierig hoe een Heuklandse bruiloft eruit ziet. Haha, vergeet niet waarom we hier zijn, Emmy. Hoewel ik moet bedenken dat ik zelf ook zeer benieuwd ben. Maakt u geen zorgen, professor. Ik kan prima meerdere dingen tegelijk doen. We vertrekken hier met een stapel foto's en met het ei. Ik hoop het van harte dat je gelijk hebt, Emmy. Zullen we verder het dorp inlopen? En wat wij gaan doen is de aflevering beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Want ik zie je heel erg bij de volgende aflevering van Professor Layton en Erfenis van de Astronaut. Adios, amigos.